Je luistert naar een ABO Classic. Door een Roosje. Heel lang geleden leefde er eens een koning en een koningin. Die elke dag tegen elkaar zeiden: hadden we maar een kindje. Maar ze kregen er maar geen. Toen, plotseling op een dag, toen de koningin juist in bad was, kwam er een kikker uit de vijver naar het land gekropen. Al springend kwam hij naar de koningin toe en zei: uw wens zal vervuld worden. Voor het jaar om is, zult u een dochtertje krijgen. Wat de kikker gezegd had, dat gebeurde. En de koning kreeg een dochtertje. Het was zo'n prachtig kind, dat de koning uitgelaten van vreugde was en een groot feest organiseerde. Hij nodigde daarop niet alleen de hele familie, vrienden en bekenden, maar ook alle wijze feeën uit, dat ze het kind geluk wensten en zouden beschermen. Er waren er 13 in zijn rijk. Maar hij had maar 12 gouden borden voor hen om van te eten. En daarom moest er 1 thuis blijven. Het feest werd uitbundig gevierd. En toen het ten einde liep, gaven alle feeën hun wondergaven aan het kind. De ene schonk deugd, en de tweede schoonheid, en de derde rijkdom, en zo verder. Alles wat er op de wereld maar te wensen is. Toen er 11 feeën hun toverspreuk gesproken hadden, verscheen daar opeens de 13e. Ze wilde zich wreken, omdat ze niet was uitgenodigd. Zonder iemand te groeten, zonder zelfs iemand aan te kijken, riep zij met luide stem: de prinses zal op haar 15e jaar gestoken worden door een weefgetouw en dood neervallen. En zonder verder een enkel woord te spreken, keerde ze zich om en verliet de zaal. Iedereen zweeg verschrikt. Daar kwam de 12e fee naar voren, die haar wens nog niet gedaan had. En daar zij de onheilspreuk niet ongedaan kon maken, maar wel kon verzachten, zei ze: sterven zal ze niet, maar 100 jaar zal ze slapen. De koning wilde zijn kind voor zo'n onheil bewaren. En hij gaf het bevel dat alle weefgetouwen in het hele rijk zouden worden verbrand. Intussen werden alle gaven van de goede feeën aan het meisje waarheid. Ze was zo mooi, zo bescheiden, vriendelijk en verstandig dat ieder die haar zag wel van haar moest houden. Nu gebeurde het dat juist op de dag dat zij 15 werd, de koning en de koningin niet thuis waren. Ze bleef helemaal alleen in het paleis achter. Om iets te doen liep zij het hele paleis door, bekeek alle zalen en alle kamers. Ten slotte kwam ze bij een oude toren. Een nauwe wenteltrap ging daar omhoog. Ze beklom die en ze kwam bij een smalle deur. In het slot stak een roestige sleutel. Die draaide ze om. De deur sprong open. Daar zat in een klein kamertje een oude vrouw met een spinnenwiel die ijverig aan het spinnen was. Goedendag, oudmoedertje, zei de prinses. Wat doet u daar? Wel, ik ben aan het spinnen, zei de oude mevrouw en knikte haar eens toe. En wat is dat voor een ding dat zo grappig uitsteekt? Vroeg het meisje en ze wilde ook eens proberen te spinnen. Nauwelijks had ze het spinrokken aangeraakt of de toverspreuk ging in vervulling. Ze stak zich in de vinger. Op hetzelfde ogenblik dat ze gestoken was, viel ze neer op het bed dat er stond en ze viel meteen in een vaste slaap. En die slaap breidde zich uit over het hele paleis. De koning en de koningin, die juist thuis kwamen en in de hofzaal waren gekomen, begonnen ook in slaap te vallen. En de hele hofhouding ook.
Toen sliepen ook de paarden in de stal, de honden in de tuin, de duiven op het dak, de vliegen aan de muur. Ja, zelfs het vuur dat in de haard vlamde werd stil en viel in slaap. Het vlees in de keuken hield op met pruttelen. De kolk, die de koksjongen een draai om zijn oren wilde geven, liet hem los en viel abrupt in slaap. De wind ging liggen en er bewoog geen blad meer aan de bomen van de tuin. Rondom het slot begon een doornenhaag te groeien. Elk jaar werd hij hoger. Uiteindelijk omringde de haag het hele paleis en sloot het in en groeide er bovenuit. Maar nu ging het verhaal door het land van het mooie slapende doornroosje, want zo werd de prinses genoemd. Zodat van tijd tot tijd er prinsen kwamen die probeerden om door de haag heen te dringen. Maar het was onmogelijk. De dorens leken wel handen te hebben. Ze hielden zich vast aaneen en de jonge prinsen bleven eraan hangen. Ze konden niet meer loskomen en stierven een jammerlijke dood. Na lange, lange jaren kwam er weer een prins uit een ver land en hoorde hoe een oud man vertelde van die doornhaag. Hoe daar een paleis achter moest zijn en in dat paleis een wondermooie prinses, door een roosje genaamd. En hoe ze al 100 jaar sliep. En de koning en de koningin en de hele hofhouding erbij. Hij had het van zijn grootvader gehoord. Die had gezien dat er al veel prinsen waren geweest die door de doornhaag hadden willen dringen. Maar ze waren eraan blijven hangen en treurig omgekomen. Toen zei de jonge prins: "Ik ben niet bang. Ik wil erheen en de mooie doornroosje zelf zien." De oude man raadde het hem af, met kracht en met ernst, maar de jonge man wilde niet luisteren. Er waren juist 100 jaar verlopen en de dag was aangebroken waarop doornroosje weer kon ontwaken. De prins naderde de doornhaag, maar het waren mooie grote bloemen die vanzelf uiteen weken en hem ongehinderd doorlieten. Achter hem sloten ze zich weer volledig. Op het voorplein zag hij de paarden en de bontgevlekte jachthonden slapen. Op het dak zaten de duiven met het kopje onder de vleugel. Hij betrad het paleis. De vliegen sliepen aan de wand. De kok in de keuken hield zijn hand nog op om de koksjongen om zijn oren te slaan. En de meid zat slapend met een zwarte kip die geplukt moest worden. Hij ging verder. Hij kwam in de grote zaal. Daar lag de hele hofstoet. Ze sliepen allemaal. En naast de troon lagen de koning en de koningin. Hij ging verder. Alles was zo stil dat hij zijn adem kon horen. Eindelijk kwam hij dan bij de toren aan. Hij liep de wenteltrap op en opende de deur en kwam in het kamertje waar doornroosje sliep. Daar lag ze. Zij was zo mooi dat hij zijn ogen niet van haar afwenden kon. En hij bukte zich en hij kuste haar. Toen hij haar met een kus had aangeraakt, sloeg doornroosje haar ogen open, ontwaakte ze en keek hem allerliefst aan. Samen liepen ze naar beneden. En de koning werd wakker en de koningin ook. De hele hofstoet bekeek elkaar met grote, verwonderde, open ogen. De paarden stonden op en stampten. De jachthonden sprongen op en begonnen te kwispelen. De duiven op het dak trokken hun kopjes onder hun vleugels uit, keken rond en vlogen naar het veld. De vliegen aan de wand kropen verder. Het vuur in de keuken laaide weer op. Het gebraad begon weer te pruttelen. En de kok gaf de jongen een draai om zijn oren, zodat hij een gil gaf. En de meid plukte de kip. Vervolgens werd er een prachtige bruiloft gehouden van de prins met doornroosje, vol met pracht en praal. Zij leefden nog lang en gelukkig, tot het einde van hun dagen. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic.